Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Border Survival. Justin, Rick, we staan hier bij de border in Survival. Het is de titel van deze serie. Ongelooflijk. Jongens, ik heb een taak voor Max. Wacht even. Volg één pixel. Volg één... Dat is moeilijker dan je denkt. Ik zie hem nog. Oh. Is dit nou serieus het begin van de video dat we één pixel moeten volgen? Ja. Ik geef op. Oké, jongens, ik heb welkom bij Border Survival. Jullie kennen het elke keer. Als wij een nieuw item verzamelen die we nog niet hebben verzameld, wordt deze border één blokje groter. We zijn inmiddels al behoorlijk ver. We hebben echt iets van 600, bijna 700 nieuwe items al. Maar goed, daar komt ie, jongens. We hebben vandaag weer taken. Ach, nou, zoals jullie hier achter mij zien, is daar een ocean monument. Nee. En al die blokken die je daar ziet, hebben we nog niet gedaan. Rick, dit vind ik een taak voor jou. Justin, maak je geen zorgen. Nee. Jawel, Rick, dit is een echte taak voor jou. Het is aan jou om dat ocean monument goed mogelijk te plunderen. Succes, om, vooral de blokken hebben we nodig. In principe wat er te vinden is, een spons hebben we ook nodig. Dus dat is ook misschien handig. Ja. We hebben in de vorige aflevering een brewing stand gemaakt. Dus dan kan je gewoon jezelf posters begeven en zo. Rick, vat neem melk mee, verzin het, doe je ding. Doe wat leuks. Okay. Doe wat leuks, oké? Oké. Leuk. Nou ja, Justin, dan gaan wij vast terug. Rick, die zoekt het maar uit. Nee, ja. Ik moet ook terug. Oké, dat klopt. Laten we terug gaan naar de basis. Wie het eerst is, krijgt een ijsje. Hé, dat is een shipwreck. Zullen we die even met z'n drie looten? Nee. Die heb ik ook niet. Nee, laat maar inderdaad. Nee, dat zal wel gewoon. Daar heb ik toch geen zin in. Oké, nou trouwens, degene die er later is dan jullie, wie als laatste is, moet het Ocean Monument doen. Justin, druk je op de rem. Oké, stop. Nee. Justin, je moet echt doorgaan, anders gaat hij je boot slopen, hè. Daar zijn we, er. Ik zie het al. Wie is er later voor jullie terug? Ik hoor Rick zijn muis ook. Rick is aan het mappen, hè. Hey Rick. Oké, het gaat erom de pier. Op de pier bij dinges. Kijk, ik heb sowieso gewonnen. Ja, je moet erop staan, hè? Ja, op de pier moet je staan. Dus je moet echt snel doorgaan. Oké. Rick, het Ocean Monument is voor jou. Dat was eigenlijk al de taak, maar nu is hij extra voor jou. Justin, ik heb echt een hele leuke taak voor jou. We zijn erachter gekomen dat... Ik geloof er helemaal niks van, maar oké. We zijn erachter gekomen dat blokken verzamelen nou niet echt jouw ding is. Gewoon, weet je. Dingen verzamelen is nou niet jouw taak. Nee. Maar jij bent de enige echte architect van het kakaohuis. Nee, geen zorg. We hebben geen kakaohuis nodig. We hebben alleen een kakaoschuur nodig voor de diertjes. De dieren die staan altijd maar hier. In het open, als het regent worden ze nat, ze hebben nooit echt eten, ze staan nooit niet echt netjes. Ik vind dat er een boerderij moet komen, gewoon een boerderij. Een kleine boerderij. Het hoeft niet al te groot, gewoon op deze locatie waar alle dieren zijn. Yeah. Dus hoe je dat gaat doen moet je maar even zelf weten. Yes. Maar waar de dieren hier staan, moet een schuur komen voor de dieren. Maar jij levert materiaal hoop ik. Nee. We hebben genoeg in de kist. Ja, we hebben genoeg in de kist natuurlijk. 4 blokjes van die en 3 blokjes van die. En 2 van die en de rest is er niet. Dat is helemaal aan jou, Justin. Ga maar lekker de kist in en bouw een grote mooie schuur, oké? Goeie taak. Een goed idee. Ja, dat vind ik een goede taak voor jou. Maar doe je ding. Ja, maar wie gaat nou een keer die XP farm afmaken? Dat is niet belangrijk voor nu. Ik ga onze nieuwe grote vriend hier even een plekje geven. Dat vind ik namelijk ook heel belangrijk. Bernard, inderdaad. Ja. Hij zit in een Bernarde situatie. Ja. En ik ga zorgen dat hij Silk Touch heeft. En hebben we eindelijk een keer na 6 afleveringen gezegd hebben dat we Silk Touch gaan krijgen. Ja. Hebben we een keer Silk Touch. Ja, nee, dat werd er tijd. Dat werd een keer echt tijd. Dat werd tijd. Dat had ik al gezegd, Rick, dat het tijd werd. Hoef jij dat ook niet te zeggen. Nee, maar het werd wel gewoon echt tijd, weet je. Ik wou nog even benadrukken. Nee, grapje. Laat me het gewoon even benadrukken, oké? Nee, je hoeft het niet te benadrukken. Nee. 1 keer is genoeg. 1 keer is genoeg, Rick. 1 keer is genoeg, jongens. 1 keer is genoeg. Rick, waar ga je heen? Het is helemaal niet de taak aan jou om te gaan farmen nu. Ik heb wortels nodig. Voor, voor wie? Voor invisible dingen. Voor wie? Voor mezelf. Wat vind je daar grappig aan, Justin? Ja, weet ik niet. Klok zo. Ja, voor wie? Ja, voor wie? Die Rick denkt alleen maar weer aan zichzelf. Ja, Oké, ik ga hier onze Bernard zetten. Oh. Daar heb ik even wat extra blokjes nodig. Ik haat het echt als ik elke keer open dat er 4 blokjes in zitten. En dat is het dan ook. Ja, we hebben echt weinig blokken gewoon. We zijn echt schaars. Ja, en dan straks krijg ik weer allemaal van die reacties. Oh, Justin doet echt niet zijn taak uitvoeren. En dan heeft Max in één keer de Silk Touch. Dus je bent de koning van de hele aflevering. En dan... Ja, nou... Ja, ik ben denk ik ook niet de taken. We hebben echt weinig spulletjes. We hebben echt van alles één dingetje. Het is echt heel erg. We hebben echt van alles één dingetje. Ja, man. Ja, wat? Het is toch zo? Oh, je bedenkt natuurlijk niks, nee. Nee, ik bedenk de taken ook niet. Ik bedoel... Nee, dat klopt. Het gebeurt gewoon. Ah, het ja, gaat zoals het gaat. Plotseling, hè? Ja, kan gebeuren, toch? Ja, daarom.
Tot Rick. Gemburne. Nee. Hoe dus maak wat je... Wat is er, Rick? Ik heb nog een potion of night vision gemaakt. Hoe maak je... Hoe nee. maak je invisible? Met een... Met een mus. Nee. Weet ik niet. Weet je, ik ga googlen. Even kijken. Googlen? Oh, with the potion of night vision. Take the potion of night. Oké. Zo, ik heb Bernard losgelaten. Dan ga ik hem even daarin duwen. Hier. In je nieuwe hokje. Nee! Waar ga je heen? Bernard, je hokje in. Ja, Bernard, je ziet het gewoon niet zitten. Nee, hij zit in een benarde situatie nog steeds. Ja, meneer, ga je nou eens bevrijden. Ik haat Bernard, echt nu al. Ik zal gewoon doen wat je moet doen. Nee, ga naar boven. Bernard, boven heb je niks te zoeken. Er staat niet eens een bed. Weet je, als je boven wil wonen mag ook. Jij bent makkelijk. Wat heb je ook weer nodig voor een fermented spider eye? Een mushroom? Die heb ik op zak. Ja, serieus, echt ja. Je hebt echt een mushroom nodig. Die heb ik op zak. Suiker. En... Die heb je echt nodig. Dus maar echt, die heb ik op zak. En weet je waar ik ben? Niet heb in de buurt. Heb je de mushroom? Ja, die heb ik op zak. Hoeveel? Oké, zo. Ja, maar ik heb er meer dan één nodig. Nee, hoezo? Ja, ik... Je wilt er toch langer zitten dan een hoe herken je wanneer iemand een finisher in niet... Ja, maar je hebt toch drie poses maken, Rick? Oh, nee, ga maar lekker gewoon doen je ding. Ja, gaat er jullie. Ik hou even je mond. Ja, sorry. Ik offer de uit het monument thuis. Nee! Nee, Rick, dat kan je echt niet Rick, maken. Dat kan je niet maken. Justin kon het ook niet doen. Waar ben jij dan, Justin? Hout hakken. Jij ging niet zo ver waarschijnlijk. Nee. Ja, maar... dan kan ik toch gewoon jouw kant op gaan even. Hoezo kom je naar mij toe? Justin, ik wil die mushroom hebben. Heb je hem überhaupt wel? Ja, hier staat hier. Brown mushroom. Minecraft dubbele punt. Brown mushroom. Naast mushroom. Oké, okay, en waar ben je hout aan het hakken? Ik wel zeker dat er brown mushroom is. Waar ben je hout aan het hakken? In een bos. In een bos? Oké, okay, en welk bos? Als je... Ja, bij het cacaohuis? Ja, en dan rechtdoor? Ja, richting de berg. Ja, op de berg. Aan de andere kant. Ja. En dan rechts. Maar ik kom zo naar huis. Hebben jullie een bed op zak? Ja. Wat? Hebben jullie een bed op zak? Nee, maar die moest ik weer terugleggen. Oh. Ja, die moest ik weer terugleggen in het monumenthuis. Dat zei dit jij. Dit is echt vreselijk. Dan moeten we de nacht... Bernard kan waarschijnlijk geen baan nemen omdat het nacht is. Ja, Bernard heeft toch ook gewoon rust nodig? Kom op, man. Nee, Bernard die mag geen rust hebben. Hoezo niet? Ja, dat gun ik hem niet. Je gunt niet zoveel mensen. Justin, waar ben je nou? Zal ik je coördinaten? 46, dat is 76 en 586. Jeetje, je bent ook echt ver weg. Nou, val wel mee, hoor. Ik word alleen aangevallen. Spiders. Waarom zei je dat zo vaak? Nou, omdat het gewoon eentje was. Ja, Bernard heeft echt een rare hockey gekregen van me, maar het werkt. Ik wil wel dat je het even mooi doet. Ja. Nee, dat is overbodig, jongens. Ja, ik moest het cacaohuisje ook zo mooi mogelijk maken. Dat is ook niet gelukt. 86, zei je, Justin? 77. Hoe herken je wanneer een villager een nitwit is? Als je groen is. Ja, maar het ligt eraan ook aan zijn verdere outfit. Want hij is, dit zijn jungle dinges namelijk. Oei. Justin, wacht. Waar ben jij, Rick? Achter je. Hey, Rick. Hey, je hebt hem niet, hè? Ja, natuurlijk wel. Thanks. Alsjeblieft, Rick. Succes, hè? Kun je zo'n ding niet met bone meal outgrow of zo? Moet er meer komen? Ik zou het niet proberen, anders moet je weer de nerg in. Ik ga het proberen. Nee. Zo, je kan het ding toch gewoon plaatsen en weer opnieuw hakken? Ja, maar ik weet niet of je dan weer mushrooms krijgt. Ja, tuurlijk wel. Denk... Oké. Okay. Justin, je denkt te moeilijk. Ja, ik denk best moeilijk, ja. Want weet je waarom? Nee. Ik heb iets van de vorige aflevering. Hoezo? Ja, gewoon ging niet goed. Ik weet nog niet of dit een nitwit is, jongens. Ik kan het niet zien. Vraag het hem gewoon. Ja, vraag het hem gewoon. Ja, hoezo veel, vraag het hem gewoon? Dat is toch veel makkelijker. Als ik aan hem vraag, schudt hij de hele tijd nee. Nou, dan is hij dus niet. Ja, maar... Ja, hij geeft je maakt het heel moeilijk, Justin. Nee, je maakt jezelf heel moeilijk. Je stelt hem een vraag en dan schudt hij nee met het antwoord. Nee, en ik stel hem niet een vraag. Ik kijk hem gewoon aan en ik klik op hem. En hij schudt nee. Ja, maar helemaal in goud, Rick. Omdat er geen item meer is. We zijn echt heel arm. We zijn echt extreem arm. Ja, en dan moet ik er gaan schuur gaan bouwen. Nou, succes. Ik weet wat ik moet doen. Hebben we ergens ook saplings? Ik? Nee, gewoon hebben we ergens ook saplings? Ja, dat weet ik. Waarom hebben we zo weinig spullen? Ken je dat filmpje van de slaapschutters van die motorclub? Jongen, komt hij nu bij. Sebastian, wil je die even inzetten? Ja, ik denk niet dat Sebastian hem kent. Sebastian, als je hem kent, edit hem erin. Als je hem niet kent, dan gooi je maar jouw favoriete clipje. Gewoon wat je echt heel leuk vindt, mag je dan nu weer erin editen. Hoppatee, jongens! Hoppatee! Eerste weer op mijn kanaal! Laten we slapen. Dat vind ik belangrijk.
Ja, dan moet ik weer even een bedje jatten, het monumenthuis. Maar er is een monster nearby. Rick, hoe gaat het bij het Ja, het gaat echt heel slecht. Je gaat toch niet je taken niet uitvoeren? Rick, je moet slapen. Anders ben je ontslagen. Ik slaap al. Nee, te laat. Jo, ik slaap. Ik sliep al. Ik lag gewoon in bed. Helemaal niet. Jawel, Justin lag nog niet. Nee, ik lag nog niet. Ik hoor een wandering trader. Waar? Slachten. Achter het huis. Wat heeft hij? Potsel! Heeft hij iets goed? Potsel! Potsel had... Nee, maar dat is... Oh, nee, Potsel ja. hebben we niet. Potsel heeft hij ook saplings? Ja, ook sapling, jungle sapling. Nee, jij vraagt... Ja, maar daar hebben we dus net weer niks aan. Nee, maar die Potsel hebben we nodig. Ja, Potsel, maar... Ja, Potsel ja, maar die Potsel heb ik nodig, want dan kan ik die mushroom uitbreiden. Oh, nee. Kan dat daarop, Potsel? Ja. Ja. Ik wou O zeggen, maar uiteindelijk dacht ik geen idee eigenlijk. Maar we hebben weer... Oh, hier, emeralds. Vier emeralds. Ja. We hebben vier emeralds. Ik wil echt die kist, ik echt gek van. Ja, ik word ook helemaal knettergek, want ik kan de blokken niet vinden. Lekker, Ricky. Lekker, Ricky, Potsel. En dan, als het goed is... Ik ga kijken of het een nitwit is of dat hij gewoon... koppig is. Nitwit. Het is een nitwit, het is echt erg. Het is echt volgens mij een nitwit. Hij neemt gewoon niet een baan namelijk. Oh nee, jawel, hij heeft wel een baan. Oh, gelukkig. Oké, ik ga kijken dat hij dingen heeft. Alleen hebben we nog meer emeralds nodig. Ik heb er één. Top. Dat is nee, precies hoeveel we Justin, nodig hebben. Justin, waarom moet dat hier? Nou, ik moet de schuur bouwen, Rick. Oh nee, maar we kunnen met papier kunnen we waarschijnlijk heel veel dingen Rick. Doen. Oké, Rick, maar nu? Nee. Wat? Wat heeft hij gedaan? Hier komen toch mushrooms uit? Nee. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft een prachtig Komen hier geen mushrooms uit? Niks aan de hand, Rick. Jawel, ik ga zo meteen Silk Touch regelen. Ja, maar nee, maar die komen niet uit. Ja, maar met Silk Touch, dan krijg je toch dat blok. Oh, je hebt de paddenstoel laten groeien, zeker? Ja. Ja, als je die sloop weg... Nee, Justin, stop, Justin, stop. Justin, stop. Ik ben nu aan het... Justin, jij gaat nu niet mijn taak verpesten. Oké, je hebt een schaar, succes mee, misschien kunnen we nou. Waarom zit ze hier vuurwerk af te steken? Ik heb een goed idee, jongens. Echt een geweldig, grandioos, prachtig idee. Dat zou wel weer niet. Rick, daar krijg je volgens mij gewoon mushrooms uit, toch? Als je met een X hakt. Nee, ik deed hem met een X, dat werkte niet. Hier, deze. Misschien deze. Nee. Ja, hier, kijk, ik jawel, denk nou, Rick. Hier, kijk, hoppakee, gewoon hakken. Met een U? Niks aan de hand, niks aan de hand. Gelukkig. Hier, kijk hoeveel paddenstoelen je al hebt nu. Ja, ik heb er al 10. Ja, wat zou je nou zonder mij moeten voor je. Lekker, ik heb er ook één. Ja, maar... Je plaatst ik terug. Alsof jij het wel wist. Ik wist het. Oké, ik ga al deze de dingen hier hakken. Dat is allemaal van mij. Oké. Ik had wel een iets leukere reactie van je gehad, Justin. Oké. Oh, maar... Iets meer enthousiasme in je, oké. Ja, vooral die, hè. Hoe grappig zou het zijn als ik een creeper laat ontploffen in het kisthuis? Nou, ja, niet zo grappig. Hoor. Maar ik vond het zou jullie dat grappig vinden? Nee! Oh my nee! Nee! Ik heb niet geholpen aan dit project. Nee. Jesse, jij maakt het alleen maar erger. Oh, kut. Je maakt het echt alleen maar erger. Nee! Ik heb zo mijn best gedaan op deze poepkist. Nee, de brewing stand! Oh, die is hij weg? Ja, hij is weg. De brewing stand is weg, de ovens zijn weg. Alles is weg. We hadden al niks en nu hebben we niks meer, Max. We hebben niks meer. Is de brewing stand serieus weg? Nu moet ik weer naar de Nether. De complete aflevering hiervoor ging echt over die brewing stand. Gewoon. We hebben een aflevering van 50 minuten gedaan hiervoor. En dat ging over de brewing stand. Ik haat jullie echt persoonlijk. Heb je hem ook niet in je inventory? Nee, hij is kapot anders misschien? Opgeblazen. Hij is kapot opgeblazen. Ja, maat. Spijtig maar weer. Jammer weer ik dit. Nee, en dit kun je nu niet op mij gooien. Waarom heb je hem niet sterker gemaakt, Rick? Ja, heb je broers dan niet sterker gemaakt? Oh, ja, nee, dat is het. Sorry, jongens. Maakt niet uit, Rick, voor de volgende keer. Oh. Nou, gelukkig heb je een paddenstoel. Ja, nee, maar ik werd gewoon helemaal angstig. Ah, oh, maat. Want ja, ik ga naar de Nether. Ik kan me afslaan. Nu moet ik eerst weer een moker brewing stand maar maken. Rick, je weet wel dat je de taak wel moet verbrengen. Justin. Ja. Ah, ik haat je. Wat dan? Ja, met je creeper. Was, ja, nee, ik werd gewoon bang. Ik sloeg van me af. Hij was in de buurt. En ja, richting ons. En wij waren in een hoekje op. Ja, maar ja, hey, Shock Touch! Ik ga de... Wacht, jongens. Nee.
Ik ga nu, 15? Ik ga nu die billetje vermoorden. Het zou toch... Ja. Nee. Hij mag niet de credits. 14 emeralds en een boekje en we hebben shock touch. Succes! Ja, ik heb er al 5. Want ik heb gewoon papiertjes met hem gedeeld. En we hebben piercing ook als tweede enchant erbij gekregen. Nou, maar we hebben piercing? Shock touch. We hebben een piercing kunnen we zetten als jullie willen. Ja, vet. Dat vind ik ook echt iets voor mij. Ja, vind ik ook wel. Wat voor piercing? Ja, gewoon eentje die door de ene lip en dan weer door die andere lip heen gaat. Ja, dat lijkt me wel vet. Dus dat je mond niet meer open kan? Of? Ja, dat ja. Ja, als hij wil eten moet hij een soort kinderslot. Als hij wil eten moet hij hem eraf halen. Er zit een gat in. Ja, ga je dat fixen, Rick? Ja, dus... We hebben het hout er alleen niet voor. Ik moet kindvriendelijk zijn. Potverdikkie. We hebben het hout er alleen niet voor. Oh, ik heb de furnace trouwens. Dan moet je Heb je ook de blazer? En de brewing stand. Nee, grapje. Nee, ik wil zeggen, die heb ik niet. Laat zo'n painting terug, zo. Dat is wel lief. Top, man. Hebben we de brewing stand echt nergens? Nee, hij is echt gewoon weg. Hij is echt gewoon weg. De brewing stand. Max, wat een leuke prank was het, zeg. Is dat een complot? Ik doe... Yo, je zat er ook in. Ja, ja. Oh ja. Mooie schuur al, Justin. Twee blokjes. Zou ik het niet laten? Er zit nu echt gewoon een groot gat in de kist. Nee. Ja, ik weet het, Max. Wat wil je dat ik eraan doe? Ja, dichtmaken. Oké. Okay. Ja, had dat dan even gezegd. Had dat dan even gezegd, weet je. Dan... Geen probleem. Hey, hier is nog meer papier. Dat kan ik verkopen. Heeft iemand nog een emerald? Nee. Ja. Ik ben in de nether. Kom maar daar. Ja, nee, maar spannend. Neem je tijd. Ja, leuk man. Ik heb nu 7. We hebben er 14 nodig. Dus dan moet je nog even. Nee, Rick heeft er ook 1. Dan hebben we er 8. Nee, ik heb er toch geen 1. Nee, toch niet? Oh, dat maakt niet uit. Kan gebeuren, Rick. Kan gebeuren. Iedereen maakt wel eens foutjes. Sommigen doen een creeper in de kist. Ja, maar dat zijn wel hevige fouten, zijn dat. De deur is ook weg. Nu. Volgens mij heeft Justin die in zijn inventory. Ik heb de deur. Oh, jij hebt de deur. Ja. Justin, heb jij niet per ongeluk de armors? Ja, maar dat zeg ik pas aan het eind van de aflevering, denk ik. Oh, dat zou heel grappig zijn. Nee, heb ik niet. Nee, maar het is nog wel een typisch Justin-ding dat hij zegt ik heb hem niet. En dat hij dan uiteindelijk zijn inventory gaat legen. Nee, ik heb hem toch wel. Ja, maar dat is dan... Dat is dan leuk voor het einde van de video. Ja, ja. Oh, dit is Rick's inventory. Rick, je hebt hem helemaal niet bij je. Hij lag hier. Ja, dat zei ik. Wat? Ik zei toch, ik heb hem niet. Nee, ja, maar ik dacht dat je een grapje maakte. Nee, Duitsers maken geen grappen. Duitsers? Ja, ken je die reclame niet? Maar sinds wanneer ben je Duits? Ik ben Duits. Dat meen je niet. Ja, wist je dat niet? Dacht serieus, ik al. Dan verbreek ik nu het contract. Het contract. Waarom? Wat heb je tegen Duitsers, Justin? Ik heb gewoon tegen jou, Rick. Oké. Ik kan zeggen, ik denk dat eerder tegen jou zelf is, Rick. Ja. Dat je dat Shuckle. Weet. Shuckle. Oké, jongens, ik ga Emerald zoeken. Ga je nu Justin zijn taak doen? Ja, ik moet wat meer emeralds hebben, zodat ik die villagers ding kan laten doen. Omdat Justin zijn taak gewoon niet had gehaald, zoals gewoonlijk. Ja, ja. Nou, ik denk dat Justin de enige is die misschien echt zijn taak gaat halen deze aflevering. Nee, echt niet. Ja, maar jij moet een schuur bouwen, dat is de makkelijkste taak van allemaal. Ja, maar weet je wat het moeilijkste is? Nou? Er zijn geen blokken. Ja, die moet je hakken. Het is weet je wat het moeilijkste is? Er zijn weer geen blazers, dus ik zit hier weer voor niks. Ben je een beetje heen en weer lopen, een beetje dwalen? Ja, dat doe ik ook. Ja, meer dwalen. Oké. Gewoon iets meer. Iets meer, gewoon even iets meer inzet tonen, Rick. Kunnen jullie even iets meer blokjes verzamelen? Dan kan ik gewoon hier even... Ik merk wel dat je wat minder energie hebt. Hé, er ligt hier potsel trouwens. Oh, maar we hebben natuurlijk nog geen Silk Touch. Maar niet uit. Huh? Silk Touch, ik heb aan het einde van deze aflevering echt Silk Touch. Nou, dat vind ik wel leuk om te horen. Ja, hè? Ja, dat meen ik. Ja, dat weet ik. Ja, hij was ook echt gemeend. Jij bent echt gemeen, ja. Nee. Oh. Ik weet niet hoe ik dit heb overleefd. Ik heb echt geluk gehad. Maar je hebt altijd geluk. Hebben jullie een bed bij je, jongens? Nou, nee, want die moet ik elke keer terugplaatsen in het gemeen. Aan het einde van de aflevering mag je hem terugplaatsen in het monumenthuis. Okay. Ik heb een Intussen bed moet je hem bijhouden. Kunnen we even slapen zo. Ik ga slapen, Rick. Oh nee, Rick is in de net. Maar dat maakt niet uit. Maar Rick maakt het niet uit. Die is in de net. Nee, maar dan moet je wel even slapen. Dat is leuk. Ik ga zo wel even slapen. Wacht even hoor. Ik kan niet slapen, want er zijn monsters nu bij. Ja, nee, ik lig. Wacht even, ik ga ook liggen. Ja, wacht even. Ja, wacht even, er zijn monsters in de buurt. Ik slaap al. Ja, ik zie het. Hier is een berg, dat betekent dat hier emeralds zullen zijn. Slapen, ja. Goedemorgen. Hallo. Hey. Heb je een beetje lekker geslapen? Nou, nee, dat was mijn vraag. Ja, goed, met jou? Ja, lekker. Gisteren nog. Huh? Justin, ik zweer, als ik nu een emerald vind, dan was jouw taak vorige aflevering echt gewoon makkelijk en dan ben je echt gewoon slecht. Ja, maar weet je...
Ja, nee. Ja, ja. En dat wil ik even benadrukken. Ja, dat heb ik door. Kijk, je kan me gewoon in mijn waarde laten, maar... Nee. Ik kan geen blazes vinden. Doe dan gewoon je best. Doe altijd mijn best. Hey, een emerald. Justin, je bent echt heel slecht. Ik heb gewoon nu al een emerald gevonden. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel. Kijk, dit vind ik nou echt wat... Je bent wel sportief, moet ik zeggen. Ja, wel leuk. Dat klink ik ook. Zo jouw kijkers ook denken dat je eigenlijk echt helemaal niet leuk bent. Wat? Huh? Ik denk het wel. Nee, denk je? Nee, ik denk het zelf gewoon. Dat vind ik een beetje raar, Rick. Dat ik wel of niet leuk ben? Niet. Oh. Ik ook niet. Je hebt mijn kist opgeblazen. Ja, maar dat deed de creeper. Ik probeer hem tegen te houden, maar Justus sloeg aan onze kant. Nee, ik probeer hem ook tegen te houden van hem af. Uiteindelijk was het niet gelukt. Jawel, maar hij was in de buurt. Je bent mijn superheld. Waarom zit ik hier nu eigenlijk gewoon weer Justus in zijn taak te doen? Hoezo? Ja, weer een blaze zoeken. Je was echt zo dicht bij je potion die je nodig had. Ja, ik was gewoon klaar. Ik had letterlijk alles wat ik nodig had. Ik was zo blij met de mushrooms. En het werd allemaal echt tot gewoon stukjes gehakt. Letterlijk, nee, het werd gewoon mijn droom werd letterlijk opgeblazen. Ik heb het zo allemaal niet meer in mijn zin. Wat een stomme opname is dit, zeg. Nee, dit is echt leuk. Nee, het is niet leuk. Ik vermaak me echt. Van de leukste. Wat is de allerleukste? Border Survival tot nu toe. Degene zonder Justin. Nou, hey Rick, kom op man, hey. Mijn eten is ook weer op, verdorie. Ja, maar dat vind ik echt een probleem voor jezelf. Ik zie wel allemaal rode mushrooms hier. Hebben we dat al nodig? Ja, neem maar mee. Zet even mee. Nee, absoluut niet. Hoezo niet? Ik heb geen behoefte aan. Ik heb ook geen behoefte aan. Oh, wat zijn hier veel monsters. Oh god, oh god. Mijn superheld, mijn rockstar, mijn super, super vriend. Ik ga weer terugkomen, want ik heb hier geen zin in. Nee, maar je hebt wel dingen nodig. Ik hak het wel zonder de Night V. Nee, wacht maar. Nee, maar dan krijg je die beesten. Ja, dan moet je melk meenemen. Ja, maar we hebben geen ijzer, dus ik moet wel hier blijven. Ik heb ijzer als ik mee kan nemen. Nee, ik heb geen ijzer trouwens, maar daar blijf ik. Wat? Ik probeer te helpen. Thanks, man. Ja, dat klinkt niet leuk. Jullie moeten even blokken verzamelen, dan kan ik hier gewoon verder die nerf fortress in. Ja, maar ik moet de schuur bouwen, Rick. Oké, emeralds. Die ga ik hier vast wel vinden. Dat denk ik ook. Jongens, ik denk niet dat ik emeralds ga vinden nog meer. Niet. Ik heb er één gevonden. Doe je wel goed genoeg je best? Ja, dat weet ik niet. Wil je tips van mij hebben anders? Ja, zeg het eens. En beter zoeken. Ik had dus niet eens dat het met zoeken te maken had. Nee, dat had ik door, ja. En glow inked vis. Hoe diep kan ik emeralds nog steeds vinden? Zes. Oh, 6,5 volgens mij. Nee, dat is wel zo. Nee. 4,3 of zo? Jongen, hou op. Wat? Ik ga gewoon niks meer naar jullie vragen nu. Nee, het is gewoon te laat nu. Een blaze. Nou, Sebastian, knip maar tot het einde. Heb je een blaze? Nee. Nee, ik zie een blaze, maar ik heb nog geen blaze rot. Nee, maar hij moet eerst rotten. Sebastian, aan het einde van de video ga ik Justin killen. Kan je daar alvast het clipje van nu in beeld laten komen? Nee! Jawel, doe alvast in beeld dat ik hem kill. Gewoon even dat clipje dat ik hem kill. Nee! Dankjewel, Sebastian. Jongens, jeetje. Dat is de toekomst. Jullie zagen zojuist de toekomst. Dit is wat er in de toekomst ging gebeuren. Oké, Justin. Mensen hebben gewoon gezien. Onthou, Max in de buurt uitloggen. Ik denk dat ik even naar de nether ga of zo. Ja, gezellig. Nee. Kom je ook blij. Je hebt een taak, Justin. Ja. Weet je wat die taak inhoudt? Ja. Ja, wat houdt die taak in, Justin? Ja, weet ik ook niet. Ik ben hier op zoek naar een blaze. Ik ben er al 3 tegengekomen, maar geen één heeft een blaze rot gedropt. En ik heb ook geen eten meer. Het leven is niet fijn. Nee, dat momenteel. Jongens, ik maak toch de ongelooflijkste, mooiste, lelijkste schoen die er is. Misschien kan ik met hem traden voor... Nee, hij wil niet. Hij wil wel. Dat zou kunnen, maar dan moet je goud hebben. Ja, maar dat heb ik hier. Normaal niet. Normaal wel. Dat heb ik gewoon. Volgens mij niet. Max, hey, emeralds! Ik heb dat gewoon. Nee, volgens mij niet. Hey Justin! Huh? Ja, dat nog niet. Je bent ook legit in de nether. Ja, ik heb hout nodig. Oh, dan gaat hij de nether in. Kom even mij eten brengen. Nee, weet je hoe verder Justin dan moet? Daar heeft Justin helemaal geen tijd voor. Ja, nou, Justin heeft ook mijn brewing stem gevonden. Ik ga toch dood, dus ja. Ik heb een zo'n mine dinges gevonden, jongens. Hadden we al mine rails? Ja. Ja. Dat was die taak niet. Nee, klopt, maar ik dacht misschien vind ik hier emeralds in de kisten. Wil je verder lopen, Max? Wat? Alles laten liggen, gewoon verder lopen. Nee. Kijk, glowberries, name tag. Oh. Beetroot seeds, dan kunnen we beet. Jongens, ik ben geweldig bezig vandaag. Vind je?
Maatje, ik wil eten. Eerlijk gezegd wel. Wat zit je nou naar dat ding te kijken? Geef me gewoon even wat eten. Wat heb je... Een fire charge, daar heb ik toch niks aan. Ik wil eten. Communicatie, Rick. Ja, ik... Vraag het gewoon aan hem. Ja, ik zit hier met hem te praten, maar... Nee, je zegt ik wil eten. Zeg, hallo, heb je eten hallo, voor mij? Heb je eten voor mij in ruil voor dit prachtige stukje goud? Nee, ik hoef geen spectral arrows. Je bent toch niet echt aan het praten, Rick? Ik ben met hem aan het communiceren. Schaam je. Ik denk dat het niet zo goed gaat met Rick, Justin. Weet je welke taal ik spreek, Justin, hier? Met deze mensen. Fries. Ja, dat klopt. Hij geeft me Blackstone. Ik heb eten nodig. Nee, het is geen het is Blackstone, ja. Blackstone, ja. Hallo jongens, wie van jullie kan me even wat eten geven, joh? Suikerballen of zo. Heb jij toevallig ijzer, Max? Ja. Op zak? Hey, een boekje met protection neem ik mee. Ja, op zak. Wil je dat even geven? Weet je hoe ver ik ben in de middle of nowhere in de mine? Ja, dat maakt me niet heel veel uit. Maar wist je dat we hier emeralds hebben liggen in de kist? Ja, dat zijn er als het goed is 8. Ja, dat zou kunnen kloppen. Ja, dat kan kloppen. Maar je kan er ook wheat seeds van kopen bij de wandering. Nee, alsjeblieft niet. Echt ja, maar niet. Echt. Nee, alsjeblieft niet. Nee. Justin, ik smeek het je. Echt niet doen. We hebben die emeralds echt nodig. Justin, maar die wheat seeds hebben we ook nodig. Nee, gewoon één wheat seed kopen? Nee, alsjeblieft niet. Elke emerald heb ik nodig die we kunnen vinden. Even kijken hoor. Justin, doe er maar eentje. Ja, maar ik zoek hem. Hé, het zijn spinnenspannen. Justin, als er een spinnen. Jongens, ik heb een betere deal misschien. Of 3 light, grey dye. Of grey dye. Ja, die hebben we ook nog niet. Nee. Eén van die drie. Die hebben we hebben alles al dat je daarvoor wat je ja, zegt. Ja, maar we hebben er iets meer nodig. Of het een heat seed, of light gray, of gewoon die stomme dinges verder bouwen. Ja, maar ik vraag gewoon even wat. Ik kan niets kopen bij deze man. Ja, maar we hebben al iets gekocht bij Rick, die man. Wat vind jij? Ik vind kopen. Ja, welke? Nee, ik niet. Mijn naam is ook Rick. Koop het maar. Ja, welke? Ja, die zaadjes, die hebben we nodig. Nee, niet doen. Ik heb eentje gekocht. Oh, Justin. Ja, nee, maar ik... Justin. Justin. Ja, maar... Ik had echt elke emerald. Eén goede deal. Dat is echt geen goede deal. Ik heb hem hier in de monumentenhuis gestopt. We hadden hem al. Nee, deze hadden we echt niet. Nee, deze niet, nee. Max. Ik haat je echt, Justin. Wist je dat vraag is? Ik haat je echt. Dat is vraag omdat er geen ijzer is. En ik heb een axe nodig om hout te gaan strippen. Ik heb toch... Wat? Je maakt het heel moeilijk, dus. Jongens, ik heb mezelf de dood ingewerkt. Nou. Ik heb per ongeluk een zombie pikman geslagen. Ah, lava. Poepie naar kunnen. Neem hem niet mee naar huis, alsjeblieft. Oh, maar dit is best slim trouwens wat ik nu doe. Overleef je, Rick? Het gaat voor nu nog goed. Nou. Jammer. Max, kom op, hé. Alle voor één, alle voor alle. Wat? Wat? Je praat poep. Ik heb nu een rotte fles. Ik heb eindelijk eten. God, en wat smaakt het lekker, zeg. Weet je wat dat smaakt? Alles is goed op dit moment. Ja, maat, ik wil alles. Weet je wat dat smaakt, Rick? Ik heb een blazer rot. Ik had. Oh. Oké, snel naar huis. Je hebt hem meer nodig trouwens, want je moet hem ook aan kunnen zetten. Ja, maar dat hebben we ook niet meer. Nee. Oh, maat. Je hebt er twee nodig. Dat is echt heel moeilijk gemaakt, Rick. Eerst de creeper naar binnen laten, dan laten exploderen. Ah. De enige broeiingstand die we hadden. Ja, enige. Als je er nog twee hadden gemaakt destijds. Jullie doen het echt stom. Oh, ik had trouwens ook nog een blazerot in het monumenthuis gedaan. Dat is echt zo. Nee. Jawel, kijk maar. Als je dit meet, dan haat ik je echt persoonlijk. Nee, kijk maar. Jesse, kan jij checken? Nee. Jawel, kijk maar. Ik heb er echt in het monumenthuis gedaan. Vorige aflevering. Ja, ik zei het toch. Nee, maat. Ik had er eentje in gedaan. Ja, dat klopt wel, ja. Ja. Nee? Ja, maar nu heb je er toch gewoon gehad. Ervaring rijker toch, Rick? Jullie zitten nu echt mij even te pesten. Sorry. Ik zie ook een blokken van ijzer. Ik kom weer terug, jongens. Ik heb 3 emeralds kunnen minen. Echt een waardeloze avontuur was dit, maar ik kom terug. Echt? Ja. Ik kom weer terug. Oh, mijn pickaxe is zo meteen stuk. Oh, nee, ik mis een deur. Nee. Want ik word belaagd door een skeleton. Ik heb de deur. Jezus, het is een open huis hier. Is de schuur al af? Ja hoor. Ja hoor. Nee, wat denk je zelf? Weet ik niet, daarom vroeg ik het. Ja, ik weet het ook niet. Daarom vroeg ik het. Nee, hij is nog niet af. Oh nee. Onder construction. Oh, mijn pickaxe is stuk. Gelukkig heb ik een crafting table hier. Een 2 hout voor sticks. Ik ben echt blij dat ik dit gedaan heb. Ja, ik ook. Zo. Hapsetaps. Hapete. Nee. Ik heb ook 28 ijzer mee kunnen nemen, jongens. Oh, denk over ons na. Oh ja. Thanks, man. Ja, geen probleem. Thanks, pick. Ik denk wel eens wat lief van je. Wat zeg ik? Ik denk wel na over ons welzijn. Ja, dat... Oh, skeleton. Oh. Oh nee.
Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Er ligt ook nog een blazerot in het monumenthuis, Rick. Ja, ik weet het, maar ik wil nu ook gewoon hier hebben ook. Dat vind ik wel dapper van je dit. Ja, vind ik ook wel. Thanks. Ik ben dat ik zombie pigments aan het slaan om te overleven. Heb je ook geslagen? Ja, omdat ik eten nodig had. Oh, een blaze! Ja, komt u maar. Ik zie daglicht. Ik zie daglicht. Nachtlicht bedoel ik. Meen je? Ik ben weer boven. Het is ongelooflijk. Unglaublich. Ik ongelooflijk. Duits. Moeilijk, hè? Dat is het tegen Rikse taal. Jawoel. Heel een poepavontuur. Oh, nog een emerald! En een creeper, wacht. We zeggen heel dit poepavontuur voor 3 emeralds, maar... Het is voor 4 en het had er... Oh, die Justin heeft er eentje uit. Ik heb geen ijzeren pickaxe meer bij me. Het is echt... Echt erg dit, dan kan ik hem ook niet hakken ook. Maar anders worden wetenschappen. Dan moet ik hem eerst smelten. Justin, je moet slapen. Ja, maar ik ben niet thuis. Ik heb wel een bed in de zak. Nee, dus slaap even. Dat is even belangrijk dit. Dat is echt essentieel. Oh ja. Nee. Ik ga laten zien ik doodgaat. Dankjewel, Rick. Ik bedoel, Justin. Geen probleem. Dan gaat ijsje smelten, dan kan ik deze emeralds hier ook nog hakken. Dat kan natuurlijk niet met een stenen pickaxe. Stenen stinkaxe. Volgens mij niet, nee. Ik ga niet eens riskeren. Probeer het dan. Voor de wetenschap. Nee, ik ga het niet... Oh, nog een emerald! Oh, dit is echt ideaal. Ja, die moet je dan wel even voor de wetenschap. Nee. Het had voor de wetenschap gekund als jij niet die 1 emerald had uitgegeven. Ja, maar het is een goede deal. Hallo. 1 emerald. Nee. Oh, ik ben dood. Oh, Rick. Rick. Je had echt genoeg aan die ene, want als je uit het monumentenhuis had je die andere kunnen pakken. Ja, maar ik ga nu heel snel mijn stuff pakken. Kom op, Rick. Je kunt het, jongen. Het gaat goed komen. Ik heb wel snel even wat blokjes nodig. Nee, die hebben we niet. We hebben bijna geen blokjes. Ja, die hebben we wel, die hebben we wel. Nee! Oh. Nee, niet bij... Nee, waar is je? Waar ben je opgeblazen? Oh nee, Justin, weer in de kistenkamer. Ik stond te craften. Weer in de kistenkamer. Ja, nee, man. Ik ben klaar met deze serie. Wat wordt de volgende serie? Weet ik niet. De serie is nog lang niet klaar, hoor. We moeten even alle blokjes verzamelen. Nee, we stoppen ermee. Ja. Nee. De serie is pas klaar als alle blokjes hebben verzameld die we nodig hebben. Ik vind dat die klaar is. Justin? Nee. Ja, daar ben ik op zich wel mee eens. Jongen. Nee. Justin, wat een lelijke schuur heb je gemaakt, zeg. Die geintje is zo mooi. Super mooi. Ik ga op het einde van de aflevering wel opblazen met een creeper. Hoe zit dat? Ja, vind ik gewoon een beetje kinderachtig dit, Rick. Ja, sorry jongens. Maar niet uit. Kijk, dit kies ik door de vingers, maar de volgende keer... Niet. Niet. Nee. Ik denk echt dat ik al mijn spullen kwijt ga zijn. Waar dan? Omdat zo werkt. Als je niet in de nether bent, dan die spannen ze ook nog niet, hè? Ja, maar ik ben al in de nether. Ja, dan moet je heel snel zijn. Ja, dat ben ik aan het doen, Max. Ik heb 5 emeralds. Echt? Tralalala, ja. 5 plus 8 is? Niet 14. Maar wel heel weinig. Oh, ik heb er echt nog... Ik heb er echt nog 1 nodig, volgens mij. Oh mijn god, ja. En weet je wat het mooie is? Dat weten jullie niet. Die ga ik ook gewoon krijgen. En dat hoop ik voor je. Nee, dat hoop je helemaal niet voor me. Je bent een misgunner. Nee. Ja, heel erg. Ik maak toch de mooiste, lelijkste schuur die er is. Maar ik wil geen commentaar. Is goed. Laat commentaar krijgen. Ja, dat is sowieso. Ik zal je schuur compleet negeren. De rest van de aflevering. Geen commentaar. Hoe lang duurt die span ook weer? En nu staan er echt 6 blazes. Wat gek, hè? Heb je spullen al? Nee, nog niet. Ik sta hier ook even te viben met een andere blaze. Ik ga hartstikke dood weer. Waar ben ik? Ik ben de weg kwijt. Je taak was letterlijk om dat monument te hakken. Jij hebt alles verprutst, man. Wat? Wat zei je nou? Jij hebt alles verprutst. Wie? Jij. Hoezo? Nou, met die rob creepen naar binnen halen. Ik heb helemaal niks gedaan. Wie was het dan? Ja, Rick. Ja. Heb je spullen? Ik heb mijn stuff. Oh, oké. Kill even wat van die blazers en kom terug. Ja, dat is, wat ik, dat is letterlijk wat ik nu wel ga doen. Nee. Ja, wel. Nee. Ja. Dan ga ik kom gewoon doen, Justin. Ik heb nu weer eten, dus ik kan weer er tegenaan. Justin! Marcus. Ik ben er met ijzer. Nu pas? Nu al. Nee, nu pas. Nu al. Wat ben je eigenlijk altijd aan het doen hier? Ja, vind ik ook niet. Oké, het ligt erbij je. Ja. Waarom droppen ze allemaal niks? Ideeën ik allemaal hakken. Heb je wel ideeën wat ik kan gaan doen of zo? Je bent de hele aflevering al niks aan het doen, hè? Nee, ik was een beetje... Uit je neus aan het peuteren, jij. Ook best leuk. Mag ik even nog één keer mijn frustraties uiten? Nou, vertel. Ja, dat vertel. Er staan hier dus net 6 blazes. Ja. Ik pak mijn spullen, ik loop terug naar de plek waar ze staan. Allemaal weg. Mag ik ook even mijn frustraties uiten? Ja. Waarom is het gat in het kistenhuis nog groter geworden? Ja, dat komt door Justin. Waarom zit die dirt?
Justin. Ja, weet je wat er gebeurd is, Max? Nou? Ik was aan het craften. Ja? En toen hoorde ik boem. Nee, dat kan gebeuren. Ik heb heel Nee, geen probleem. Nee, dat kan gebeuren. Nee, maar Justin. Ja. Kan gebeuren. Ja, dat is, snap ik. Laat maar gewoon zitten, joh. Laat maar. Niet bang te zijn dat ik boos op je zou worden. Nee, dat ben ik ook helemaal niet. Ik haat koeien. Ga gewoon even een kant op of zo. Kies een kant. hoe ver is je schuur? Ja, best ver. Ah, oké. Okay. Gaan alle dieren door elkaar heen lopen? Ja, nee. Ik ga terugkomen. Oké, kijk. Ik heb nog meer emeralds, jongens. Het is geweldig. Het is echt geweldig. Dan ga ik die laatste emeralds ook pakken. Maar vind je het zelf heel geweldig? Ik vind echt, ja, dat hebben we eindelijk Silk Touch. Heeft iemand een diamond pickaxe? Nee. Die had ik. Oh, we hebben dus niet genoeg diamonds. Want ik ga echt niet op een ijs. Nou, trouwens, het maakt niet uit. In de toekomst hebben we toch wel meer. Nee, dat kan niet op een silk. Of op een iron. Je kan toch Silk Touch op een iron pickaxe zetten? Nee, dat kan niet. Hoezo niet? Dat kan gewoon niet. Jawel. Hier is 14. Max, het is gewoon absoluut niet mogelijk. Nee. Jongen, help. Gewoon niet proberen ook. Ik ga het ook gewoon doen nu. Echt? Max, neem me dan voor pest shit. Wat? Ja, alles. Nee, ik ga gewoon nu. En dan ga ik echt mayhem, hè, zometeen. Let op. Komt-ie. Wat ik doe, is Silk Touch. Waar zijn mijn boekjes? Oh, ik heb mijn boekjes weggelegd. Domme aap dat ik ben. Ja, dat wil ik nou niet zeggen, maar dan kom, ja. Ik dacht het wel, eigenlijk. Hey, Max. Hey, Justin. Hoe is dit? Ja, wel lekker. Ik ga Silk Touch maken nu. Oh, bij tijd. Ja, hè? Ja, dat zou ik niet willen zeggen, maar... Ja, volgens mij had iemand anders dat ook al een paar afleveringen geleden geprobeerd. kijk. Oh, dat is helemaal geen achievement natuurlijk. Ik heb Silk Touch en ik ga het op een shuffle zetten. Nee, dat klopt. Ik is het zonde om op een ijzeren pick? Ik ga het gewoon op een ijzeren pick doen. Dat is echt heel zonde. Ik ga het echt gewoon nu doen. Nee, Max. Hadden we ook niet een anvil? Nee. Ja, die is ook ontploft. Nee, die is niet ontploft. Nee, die is ook ontploft. Ik maak geen geintje. Dat geloof ik echt die niet. Die stond ernaast. Alles stond bij elkaar. Alle ovens zijn ook weg. Zeg niet dat de anvil is ontploft. Maar ik heb wel wat eieren voor je. Ik kan hem al gehakt straks. Oh, lekker. Top. Wil je wat hebben? Ja, graag. Top. Kom maar halen. Hadden we echt geen ijzer? Nee. Hoezo niet? Nou, We hadden echt geen ijzer, inderdaad. Zeg oh, wat ongelooflijk irritant. We hadden gewoon een... Waarom is die creeper nou in het huis gegaan? Ik haat je echt, Max. Waar is de ijzer, Justin? In mijn inventory. Mag ik het hebben? Oh ja, tuurlijk. Dankjewel. Dit is serieus alles wat je over hebt. Nee, oh gelukkig. 22, dat gaat niet genoeg zijn, maar het is wel prima voor nu. Je moet tevreden zijn met wat je hebt, hè? Ja, vind ik ook, Justin. Nee, dat... Stik erin, Justin. Thanks, Rick. Hoeveel ijzer heb ik nodig voor een anvil? 9 keer 3. 9 keer 3? Plus. Oké, okay, en dan nog 4. Ja, zoiets. Oké, okay, dan heb ik nog iets meer nodig. Ja. Monument, hij zegt ook 1 blok, hè? Die ga ik pakken. Die wordt even echt geofferd. Nee, dat kan niet. Ik mocht ook niet meer de spider-eye. Nee, dat kan ik echt niet maken. Max, dat kan je niet maken. Je hebt het gedaan, hè? Ik heb het al gedaan. Max. Jongens, het gaat om Silk Touch. Dit is echt belangrijk. Ja, maar de volgende keer vind ik ook iets heel belangrijks. En dan moet je het ook maar mee instellen. Hebben we wel een diamond blok? Nee, dat dan weer niet. Daar zijn we dan weer eens keer voor. Ja, we hebben niet al het geld wat er is. Max, kom op. Sorry. Maar leef in armoede. Jij, ik en Rick. Jij, ik en Rick. Rick, kan je zo meteen ook even het gat fixen in het huis? Maat, hou echt je mond, alsjeblieft. Hoezo? Ja... Wat hebben we dan? Jij. Ja, wat ik. Als je nou een betere fundering had gemaakt. Ja, de funderingen waren gewoon niet sterk genoeg. Het was even controle. Kan gebeuren, Rick, maar het zijn wel. Kleine foutjes. Ik kan het zeggen. Volgende keer willen we wel verbetering zien, graag. Mm-hmm. Maar maak geen doen jullie mee in deze serie? Die gaan we dan vragen. Sebastian, doe je? Nee. Zullen we Sebastian een keer mee laten doen? Ja, dat vind ik een leuke. Ja, hè? Sebastian, jongens, is mijn editor. Jullie kennen hem, waarschijnlijk wel bij naam. Sebastian gaat volgende keer meedoen. Succes. Vind ik echt een hele leuke. Dan mag jij het Oceaanmonument doen, Sebastian. Volgens mij heeft Sebastian echt nog bijna nooit Minecraft gespeeld. Nee, maar dat maakt het leuk. Ja. Ik hoop dat hij een Steve skin heeft. Een Steve skin. Waar lag die extra blazer op dan? In het monumenthuis. Kan niet. Oh, hier. Oh, volgens mij... Maar dat is er maar één. Ja. Ja, het is er ook maar één. Ja, maar dan... Maar nu je had er toch ook één? Ja, ik heb er nu 2. Ja, dan moet je helaas moet je stelen, maar dat is even goed doen. Wat is dit voor gat hier?
Hey, we hadden niet eens een Anvil. Wat is dit nou met je Anvil? Die hadden we niet eens. Ik maak een Anvil en hij is nieuw. We hadden niet eens een Anvil. Waarom kan ik... Oh, dat is protection. Ja, ik ga nu... Ik heb nu Silk Touch op een Iron Pickaxe gezet. Waarom heb je ook een Anvil gemaakt? Weet je hoe duur dat is? Ja, maar dat hadden we nodig voor Silk Touch. Ik heb de duur... Heb je nog eieren over, Max? Ik heb de duur teruggeplaatst. Ja, 1 of 2. Mag ik die hebben? Ja, het ligt in, bij de enchantment table. Ik ga nu echt even genieten van heel veel nieuwe blokken, jongens. Komt-ie, hè? Gaan we echt even van genieten. Hoezo? Komt-ie? Oh, core, zeggen we dan. Wauw. Wauw. Core, die is nieuw. Wow. Ik ken hem nog niet. Ik ga allemaal van dit soort blokken verzamelen nu. Oh ja. Komt-ie? Wat is dit nou? Koper, oor. Oh. Die hadden we ook nog niet. Man, zit echt een vlees in. Hier, kijk. Wat is dit? Redstone, oor. Nieuw blok. Hebben we sugar cane? Wat is dit? Oh, Deep Slate, een nieuw blok. Weet niet, Rick. Weet ik niet. Ja, weet je hoe grote sugar cane farm we hebben? Ja, die is zeg maar net gemined, dus wie... Gemined? Oh, dat heb ik gedaan. Ja, dus waar is mijn sugar cane? Waarom heb je sugar cane nodig? Ja, voor suiker, jongen. Waarom? Ja, ik heb het al eruit genakt. Suiker is niet goed voor je. Jij bent niet goed voor me. Hey, deze hebben we ook nog niet. Is ook voor mij. Zo. Ben ik goed bezig, jongens. Kijk hoeveel nieuwe blokken ik aan het verzamelen heb. Hey, pad hebben we ook nog niet, hè? Padblok. Padblok? Het padblok. Kan je die met Silk Touch minen? Ja, toch? Hier, zo. Eerst met ijzer. Schep. Rick, ik heb je weer echt ingehaald. Eerst met een schep. En dan... Allemaal nieuwe blokken die we nog niet hadden. Dus de border wordt wel heel veel groter. Ja, Justin, wat nou, ey? Ja, dan doe die voor mij even. Vet. Want waar heb je het over? Met een schep op een stukje grond. En dan? Hakken. Waarom? Dan heb je een punt. Punt, je bent zelf een punt. Ik ben echt heel diep in de mine. Ik ben bang als ik dood ga. Ik ga me echt kwijtraken, de Silk Touch pickaxe. Waarom? Er zijn zoveel dingen die we nu kunnen hakken met Silk Touch. Ook die hele stink coral reef, die kan ik zo hakken. Wat is dit? Hadden we deze al? Route dirt hadden we ook nog niet. Nah. Hey. Hoe cool ben ik als ik nu ook gewoon diamonds vind en dan gewoon gelijk een diamond oor heb? Ja, ja, echt super vet. Niet normaal. Wow, dat zijn jullie echt heel monotoon, heel depressief. Kijk, en dan dit hier. Dit hebben we ook nog niet, dit blokje. Dit is iron ore in deep slate. Nee, klopt. Dat nog niet, nee. Goed, hè? Van mij. Hadden we dit al? Hadden we al amethyst en zo? Ja. Hebben we nog iron? Hadden we het ook zoals dit? Nee, Rick. Oh! Hij had iron gebruikt voor een anvil die we al hadden, maar... Max. Nee, we hadden geen anvil. Die hadden we nog niet. Ik werd opgelicht door jullie. Toch? Ja, Rick zei het, maar Rick loog. Ik ga nu... Ja, maar nu, daarom ga ik nu een diamond pickaxe maken. Hoe maak je kleinere amethyst clusters? Weet jullie dat? Niet. Oké. Dankjewel voor je input. Thanks. Ja, weet je wat het zijn van die dingen waar ze mee... Oh, die we schieten. Ja. Ik heb een diamond pickaxe gemaakt, jongens. Nee. Ja. Van welke diamond? Gewoon die slagen. Hadden we echt een diamond pickaxe? Ja? Oh mijn god, jongen. Had daar toch de Silk Touch op gekund? Ja, ik zei het nog, hebben een diamond pickaxe? Ja, ik zei ja. Ik heb geen diamond pickaxe, maar wel een diamond. Oh, wat erg dit. Dit is echt schandalig. We hebben Silk Touch op een ijzeren pickaxe. Ik heb hem net geen chant en ik heb nu ook Silk Touch. Nee, dat is niet waar, niet mee aan het liegen. Nee, klopt, ik heb efficiëntie 1. Iemand moet even minen. Ja, ik ben dat soort van aan het minen, maar ik heb gewoon heel veel bijzondere blokken ben ik aan het minen. Zijn er nog dingen die ik uit de mines kan halen hier met mijn Silk Touch? Ja, van dat potsel, of van dat pad, en als je daar recht muis stopt, en dan... Jongen, hou op! Ja, nou, je moet het nog even doen! Ik kan dat überhaupt? Test het! Ja, dan moet ik naar boven, ik kom zo naar boven. Ik heb trouwens nog iron gevonden, ik heb er 3 buckets van gemaakt. Nee. Waarom 3? 2 heb je toch genoeg gehad? Rick, waarom? Ik moet er gewoon 3 hebben. Ja, want dan heb je het nodig. Nee. Ik zit al de hele tijd met een houten stone axe of een stone axe, denk ik, alles... stinkhout te hakken, omdat er geen eieren is. En ik had eieren, dan wou ik gewoon smelten, dan wou Max ineens een anvil gaan maken. En die is weer vertrokken van de aardbodem. Weet je, die anvil was echt nodig. Ik heb zoveel blokken verzameld nu. Ja, dat boeit me niet. Hoezo niet? Dat is toch belangrijk? Dat is het hele doel van deze serie, is dat we blokken Waarom verzamelen. Waarom bouw ik hier dan schuur? Weet ik niet. Dat weet ik oprecht niet. Jouw taak is... Ik weet ook echt niet waarom ik jou die taak heb gegeven. Je zin, ik heb een cadeau voor je. Oh, wat een groot dier, het was zo niet nodig om een schuur te bouwen. Thanks, Rick. Die is echt in 3 seconden stuk. Yeah. Thanks, man. Het laatste goud gebruikt. Hey, over goud gesproken. No? Donk. Heb je dat al geprobeerd, Max? Met dat...
Met dat pad, dat dirtpad. Yeah. Wat bedoel je precies? Ja, dat. Nee, je moet even, ik heb even uitleg nodig. Ja. Heb je hier hout, Justin? Wat hout? Ik heb hout nodig. Ja, ik... Rick, hou op. Ja, ik hak hier wel even wat hout. Nee. Als je iets uit mijn building hakt, ik Ja? Kom erop terug. Okay. Kom erop terug. Dat je het even weet, Rick. Nee, komt goed, Justin. Jongens, ik heb echt een geweldige avontuur. Komt hier het laatste blokje, dan kom ik weer naar boven. Zo. En dan kan hij eindelijk het rechte muisknopje. En dan kan ik eindelijk dat stomme stinkpad van jou proberen, wat waarschijnlijk niet gaat werken. Moest je niet, het is toch een blok? Ja, maar volgens mij kan je die niet hakken met Silk Touch. Heb je het geprobeerd? Een pad. Nee. Dat bedoel ik. Als het echt kan, dan word ik echt boos. Ja, ik weet ook niet of het kan hoor. Anders voor de wetenschap. Ik ben er, Justin! Echt? Ik ben er, zal ik eens proberen een dirtpad te hakken? Dus oh, dat is misschien een leuk idee. Komt ie, als het kan, word ik echt boos. Kan niet, ik zei het toch, ik zei het nog. Ik zei het nog. Hadden we nou koeien of niet? Ja, heel veel koeien zelfs. Hey! Lekker. Oké, jongens, gelijk in het monumenthuis stop ik redstone deze, redstone die, die, au, die, dan die. Jongens, wat ben ik echt goed bezig geweest. Al zeg ik het zelf. Ik ben echt geweldig bezig geweest. Het is echt niet normaal. Dat ik dit heb geregeld voor ons. Chapeau hoor, hey. Ik ben chapeau. Echt... Wat ben je ook echt? Je maakt je zin niet af. Wat zegt hij? Ja, Rick zei, ik ben ook echt, en toen maakte hij zijn zin niet af. Ik zei, ik ben echt trots op je, zei ik. Nee, dat zei je niet. Nee, dat zei ik wel. Communicatie, Rick. Ik ga nog even naar het Oceaanmonument. Even kijken. Oh, dat moet je natuurlijk nog doen. Ja, ik ga nu mijn taak beginnen. Begin nu met de taak die hij echt gewoon een uur geleden heeft gekregen. Nou, letterlijk. We zijn letterlijk een uur geleden begonnen met opnemen. Ja, ja. Zeg ik toch. Dit gaat een hele lange video worden. Ja, nee, hallo. Ik moet zo naar mijn nest. Wie heeft alle wortels gehakt en volgens niet teruggeplant? Rick. Nee, Rick. Was ik niet. Rick, je moet ze wel terugplanten. Nee, ik was het niet. Jawel, jij was aan het begin. Toen zei ik nog, Rick, waarmee je wortels aan het hakken? Oh ja, dat klopt. Daar heb je me. Oké, jongens, ik ga volgende aflevering ga ik wel naar de... het monument. Of nee, het monument, nee. Volgende aflevering ga ik... Volgende aflevering ga ik dat wel even doen. Nee, dan ga ik naar de dinges toe met die nieuwe pickaxe die we hebben. Naar de weet dinges. Ik voor wat. Ja, onderwaterwereld. Daar ging ik alleen. Nee, niet die. Ja, ik weet, je gaat het nu wel gewoon doen. Nee, ik ben het, Coral Reef. Ik ben het voor mij niet meer kunnen doen, dus ik ga... Ja, ik ga naar de Coral Reef. Prismie, kijk die Rick, jongen. Kijk die Rick nou even blokken verzamelen. Het is niet te veel, man. Nou, weet je, ik bewaar het wel voor de volgende aflevering. Dat zou ik ook. Met de Coral Reef. Oh, nu zit die gelijk zo grote. Oh. Succes. Ik ben invisible, maar ik heb alsnog mining fatigue. Het werkt niet. Ik heb alles voor niks gedaan. Ik heb alles voor niks gedaan, jongens. Max, wat heb je gedaan? Wat? Hé, dit is nieuw. Oh, 5 dingen voor cherry sapling. Die hebben we nodig. Mag ik even kijken? We hebben 5 emeralds nodig. Succes. Ja, maar wat nou succes? Jongens, ik ga dood. Jongens. Ja, Rick. Jongens. Ja. Jongens. Ja, jongens, rustig aan, Rick. Ben... Oh. Wie heeft mijn hele building verprut? Sorry, Justin, ik had hout nodig. Ja, gooster. Je hebt het echt verprut. Je hebt nog heel veel blokken. Zijn weg. Waarom? Wat heb ik jou aangedaan? Niks, maar ik had hout nodig. Ja? Ja? Nou, dan heb je het altijd nou, de volgende keer als ik hout nodig ga, ga ik ook je kist proberen te hakken. Nee, dit heb je al kapot gemaakt. Ja. Heeft iemand nog emeralds over? Nee, hè? Ja. Nee. Hebben we allemaal... Hoeveel heb je er? Nee, ik heb niks. Wat een goede prank. 2? Hoeveel hadden we er nodig, Justin? 6. Ik ga gewoon mijn boeken bij de enchantment table opofferen. We zijn zo scheer. 5 hebben we nodig. We zijn zo skeer dat ik gewoon echt de boekenkast bij de Enchantment Table aan het hakken ben. Voor boeken. Jongens. Zodat ik emeralds ervoor kan ruilen. Nee, dat is echt super zonde. Nee, hier. Ja, ik heb nu 6 emeralds. En dan hebben we cherry sapling. Oh ja, vet man. Nou, wacht, dat is toch handig voor de nieuwe blokken? Ja, hier, wacht. Mag ik het kopen? Mag ik het doen? Nee, ik heb het al gedaan. Oh god. Waarschijnlijk hebben we hem helemaal niet nodig. Omdat het de nieuwe update is dit. Nee. Ik ga hem even goed raken planten, oké? Ik heb boomiel. Hier, doe het. Kijk dit nou, ik wil even testen. Nee, we hebben het niet eens nodig! Omdat het een nieuwe update is. Nou, dan hebben we gewoon een mooi cherryboomje staan vanaf nu. Fijn, als jij je boekenkast... Ja, kom eens naar beneden hier, Steen, kijk.
Kijk, als je hier nu beneden komt. Ik heb de helft van de boekenkast heb ik ervoor opgeofferd. Dus zij is nu helemaal klein. Oh, nee. Wat een goede serie is dit. Ga je geen nieuwe boekenkasten kopen bij Barry? Oh, misschien wel in de toekomst. Kijken. Nee. Koop alleen een piercing. Nee, dat kan niet, maar dat is ook niet erg. Jongens, ik denk dat het mooi is geweest voor vandaag. Ja, ik kom nu terug, want... Justin, je maakt je schuur in de volgende aflevering maar af. Ja, het is best mooi, Rick, toch? Rick, we geven jou een iets makkelijkere taak. Ja, bedankt. Want, we moeten dit echt een keer met z'n allen doen. Wacht even voor mij, ik kom er nu aan. Al? Waar huh? Pumpkin Seeds? Ik heb een emerald gegeven aan Pumpkin Seeds. Goeie man. Ik vind het wel een goede aflevering tot nu toe. We hebben echt veel gedaan. Ja, dat is echt een geweldige aflevering. Wacht. Ik ga in de lobby even kijken. We hebben 628. We zitten bijna op 60%. Een stuk zin in. Ja, serieus. We hebben maar 37 dood. Ik ben echt heel trots op maar dit. Wat vind je van mijn kleurrijke schuur? Ja, tot nu toe, serieus. Ziet er wel goed uit. Ja, toch? Ja. Misschien een onlogische Het ziet er serieus wel goed uit. Sebastian, dan moet je die zo meteen even ingooien, is leuk. Ja, ik wou het zeggen, dit is voor het einde. Dit is zeg maar de toekomstbeeld. Dit is de toekomst. Nee! Nee! Dit is de toekomstbeeld, ik moest Jesse nog doden. Hoeveel hartjes heb je? 1? Nee, helemaal niet. Rick! Jesse, gaan we er een boot vandoor! Doe de outro! Nee, hoor, nee. Nee, kom. Hij wil niet. Dit is de toekomstbeeld dat later in de video, of eerder in de video komt. Tabee. Kom hier, Justin. Nee. Hoe verder je gaat, hoe verder je spullen zijn als je doodgaat. Je kan beter doodgaan bij de beest. Ik heb ook nog een escape knop. Je kan beter doodgaan bij de beest. Ik heb ook nog een escape knop. Justin, anders klopt de video niet. Justin, spring bij hem in de boot. Dan kan hij je niet hitten. Dat is een goeie. Dan springt hij eruit en dan slaat hij. Justin, kom. Nee, want dan kan jij wegvaren. Justin, ik heb een aardappel voor je. Echt? Ja, ik heb een aardappel voor je en een pompoenzaadje. Oh, dat vind ik heel lekker. Jesse, kom terug! Zou ik even nu ga je spullen alleen maar... Ja, keer maar even. Nu ga je spullen alleen maar verder. Tegelijkertijd keren. Nee, niet tegelijkertijd keren. Oké, tegelijkertijd keren. 3, 2, rechtsom. 1. Zijn we gekeerd? Oké, ik ga wel terug mijn huis. Nee! Hey, wat is dit? Dat is een gezonken schip. We hebben die al gepakt. Ja, ga even kijken anders. Oh, ik ben zo dichtbij! Nee. Ik ben op de muisknop aan het spam klikken! Oh mijn god, kom hier! Zo, wat was dat voor gulp? Hey, ik hoor iemand iets drinken! Zit jij hier? Rick, jij zit in de boot! Zit je al die tijd al in die boot? Ja, vanaf het begin al. Oh mijn god! Ik gaf jou net die tik. Jongens, oh, daarom zei je dat Justin achterin moest. Kijk ook eventjes. Nee, dit is niet de outro, Justin, dit is het voorteken. Het was een voorteken. Het kan niet gebeuren. Het kan niet gebeuren. Sebastian, alsjeblieft, doe iets. Doe nu de outro of zo. Ik koop hier de outro van de vorige video. Ja. Nee jongens, bedankt voor het kijken. Abonneer nog eventjes. Nee, doe even duimpje omhoog. Kijk eventjes de laatste video. Dat is hartstikke leuk. En dan jongens. Justin, niet zo zonder. Kom hier. Rick, heb jij niet de boven of zo? Doei! Nee. Nee, dat was het niet. Ik word echt moe van mijn vinger. Hoezo? Ja, ik moet elke keer op F5 drukken en weer niet en wel weer niet. Als je nou naast hem vaart, dan kan ik hem mappen. Hey, Rick is er ook weer. Hey, ik zit wel echt de hele tijd achterin. Ik kan mezelf ook gewoon opofferen bij de lava met allemaal spullen. Zou ik dat doen? Ja, dat is ook leuk. Heb je wat belangrijks bij je? Oh, wat een dodge! Max! Slaan! Ja, ik zit te ver weg! Nee! Ja. Nee! Pak hem! Rick, blijf bij hem varen! Dit is het voorteken! Nee! Nou, dit is het stukje wat in het verleden, wat jullie eigenlijk al gezien. Jullie hadden dit stukje al gezien, een paar minuten geleden in deze video. Ik ga de outro doen. Goed jongens, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Daar heb je Rick ook weer prachtig in zijn... Nou, prachtig is het eigenlijk niet. Jongens, dank jullie wel. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker niet te abonneren. Ben je al geabonneerd? Kijk dan lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel hierin. Is Justin niet doodgegaan in de nether. Ja, trouwens wel een paar keer, maar uiteindelijk niet doodgegaan in de nether. En dan nu spreek je later. Glaasje water. Tot de volgende keer.